Zo, vandaag gaan we weer cultiveren met de Vivo vaststaand cultivator. Vorig jaar stond die maïs, dit jaar gaan we er zomertarwe in zetten. Het land is al aardig opgedroogd, trek hem een keertje los, ik kan het land een beetje drogen. Dat doe ik met de Ford 5600 uit 1980. 23 november 1980. 75 pk, 4 cilinder. Geen turbo. Altijd al op bedrijf geweest, van bijna nieuw af. Pareltje. Dual power, dus dat maakt het werk nog makkelijker. Dan rijden ze 4 laag.